en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. We zijn al een aantal vlogs verder, 184 om precies te zijn. En dat wil zeggen dat we gewoon al 6 maanden bezig zijn. Let's go! Wat is dit? Hij doet het niet. Die lucht is ontsnapt. Het is... Pas op. Ik doe het niet. Wat is dit nu weer? Wacht. Laat eens zien. Pas op, hè. Ja, dat kan nog steeds ontploffen. Heb je nog één? Ik heb er nog wel één. Dames en heren, vandaag ben ik 6 maanden aan het... Wacht, dat is onze bol opnieuw. Dames en heren, vandaag ben ik 6 maanden aan het daily vloggen. Let's go. Fuck it, ik ga het gewoon doen. Elke dag vloggen. Oh. Wauw, de laatste platen. Een klein stukje daar. Oeh, we hebben de 1000 sub gehaald. Woehoe! Kijk dit, check. Wat 2004. Zijn we dan, weet ik niet. Hoe is het? Carrière switch gemaakt. Nou, daar is die hoor. Rise and shine, baby. Hey. 6 maanden, dames en heren. Wow, kunnen we dat geloven? Ik niet. Ja, ik ook niet. 6 maanden, dat is echt insane. Zoals ik al zei, 184 vlogs gemaakt. 6 maanden lang, 6 maanden, een half jaar van mijn leven staat gewoon op YouTube. Elke dag heb ik gefilmd. Je woont ook al een half jaar alleen, dus. Ja, besef. De tijd gaat echt zo snel. Het is echt ziek. Ik ben wel heel trots op u. 6 maanden. Jullie zagen het net al aan de hoogtepunten. Er waren even een paar nice momenten al van de 6 maanden. Daily vlogs. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Wat is voor u echt de beste vlog? Ja, ik moet dan altijd denken aan die gekke dingen die we hebben gedaan. Al die Lego-platen en 2500 bad-eentjes in het zwembad. En... Maar ook gewoon de mindere momenten misschien. Ja. Als je jezelf zo even tegenkwam. Oh, inderdaad, ja. Het is echt wel al moeilijk geweest ook, 6 maanden vloggen. Het is niet alleen plezier geweest en gekke dingen, maar het was ook echt wel een strijd ook gewoon. Ja, maar wel gewoon een leuke strijd. Ja, leuke grind. Het is echt nice. En omdat ik dus 6 maanden aan het vloggen ben, elke dag, zou het nice zijn als jullie even stemmen op mij voor, wat is het eigenlijk, videomaker van het jaar. Zo noemt het denk ik. Dus jullie moeten gewoon naar deze website gaan, thejamies.be. Ik heb het hier helemaal in duct tape op de muur gehangen. Daar zien jullie nu een kleine timelapse van. Maar dit is dus de boodschap, mensen. Thejamies.be. Dat is de website. Ik zal ook nog eens even een linkje zetten in de beschrijving. Oei, hij is hier aan het afvallen. Dat is niet goed. Deze muur is niet zo handig om dingen op te plakken, want het is een beetje geribbeld als je goed kijkt. In ieder geval, we hebben het hier opgehangen, zodat het echt duidelijk is. Het zou super nice zijn als jullie dat even doen. Gewoon naar deze website gaan, dan op nomineren klikken en, of stemmen. Ik zal zo meteen ook even een screen recording laten zien van hoe het precies moet. Maar gewoon mijn naam ingeven, BFAM, en dan gewoon op mij stemmen. Dat zou super nice zijn, want dan word ik misschien geselecteerd of genomineerd. Ik weet niet hoe het allemaal noemt. Voor thejamies.be. Ik zal even kort uitleggen wat het ook inhoudt misschien. De Jamies is een soort prijsuitreiking voor videomakers of content creators. Dat wordt elk jaar gedaan, volgens mij in Oostende. En dan wordt er dus een videomaker van het jaar gekozen. En je kunt ook categorieën winnen. Dus er is bijvoorbeeld een categorie... Wauw, ik kan al niet meer praten. Een categorie vlog. Het zou super nice zijn als ik dat kan winnen. Besef mensen. Ik ben 6 maanden daily aan het vloggen, dus als ik dan even gewoon de categorie vlog win op thejamies.be, ja, dat zou toch echt sick zijn. Er is ook maar één echte dagelijkse vlogger en dat is het geen. Ja, dat ben ik natuurlijk. Toch één fulltime die echt elke dag alleen maar bezig is met vloggen. Ben ik nu momenteel nog, dus het zou echt nice zijn als jullie even stemmen. Stuur het ook even door naar uw vrienden, de website, gewoon thejamies.be. Zo simpel is het en dan kunnen jullie daar stemmen. Welke zot duct tape eigenlijk zijn muur? Ja, ik. We moeten even reclame maken. Dus mensen, stemmen. Ja, en deze is dus nu afgegaan, maar deze, kijk, die staat zo'n beetje bol. Zou die nog afgaan, denk je? Oh ja, ik was al helemaal vergeten dat we die nog hadden. Je duwt daar gewoon op. Ja, eigenlijk, die lucht is gewoon weg, hè. Ja, jammer. Die gas is eruit. Maar ik wil nog iets zeggen. Aan alle mensen, ik...
als vriendin van Senne. Nee, dat kan ik niet zeggen. Zeg niet? Zeg je toch? Oké, ik als vriendin van Senne zie hoeveel tijd en energie er achter de vlogs. Ja, inderdaad. Mensen beseffen niet. Nee, mensen beseffen echt niet. Dus stem alsjeblieft op Senne voor het team. Op BFM. Jullie weten ook al hoe jullie met name moeten spellen. BFM, het komt nu nog eens in beeld. Inderdaad, nog eens goed stemmen voor de Jamies Award. Dat zou ik zo lief vinden en zo nice vinden als we daarvoor genomineerd kunnen worden. Dus, Maar goed, gaan we dit dus opensnijden? Want... Pas op, want ik heb eens gelezen dat er zo'n een ijzer ding uitkomt. Maar ja, boeien. Oh, niet richting mij, hè, ja. Oh, die is gewoon kapot. Wat is dat? Oh, kijk. Wacht, hier eens. Wow, kijk, dat zit er allemaal in. Dat is vast. Wow. Ja, nu ligt het al zeker overal. Ik ga in de cactus. Ze zijn zo helemaal opgerolde. Blaas. Gaat dat niet? Blazen. Nee. Veel. Niet echt. Check trouwens dit even. Die pompoenen zijn echt aan het rotten, dus die gaan we echt moeten weggooien. Vooral deze, wauw. Deze ziet er nog zo uit, maar deze is hier zo helemaal zwart. Dus die gaan weg moeten. Kijk eens aan, dames en heren. Baldiep is hier lekker achteruit aan het inparkeren. Want wij gaan weer eens even lekker trainen, of niet dan? Jawel. Ja, toch wel, hè? Yes. Maar hoe sexy ziet je er weer uit? Ja, baardje in orde, kapseltje erbij. Nee, we zijn er weer bij Basic Fit. Let's go! Oei. Och. Oei. 1 hour later. Maat, we zijn net lekker gaan gymmen. Mm-hmm. Wat gaan we nu doen? Voor 6 months daily vlogging. Ja, iets heel speciaals. Nee, dus heel gedaan. Drink dus mee. Oei. Boys er ook bij. We gaan nog eens proberen om nog beter te worden. Dat doen we niet vaak. Ja, we hebben dat nog nooit gedaan. Dit. Nee, nog nooit gedaan. Misschien kunnen de mensen nu al raden wat we gaan doen. We gaan. Als ze dit lezen. Niet hè? Of als ze al die schoenen zien, ja. Steekspassen. Oh, we gaan hier weer de goed versleten schoenen pakken, zeg. Kijk eens. Deze is... Ja, die... Kijk, die onderkant. Er zit grind op. Is dat niet goed? Die gaan niet goed sliden. Wat? Wow, hoe kan dat? Kijk eens, mensen. De namen worden al ingegeven. Let's go. Wat gaat je doen? Ben je strijkie? Strijk. Het is disco vandaag. Daarom. Let's go, man. Dit is dat spijt, hè. Let op. Oké, okay, tweede keer, let's go. Oh, geweldig. En wordt gebeld. Oké, mensen, we hebben dus daar de snelheid. Super gaat dat proberen zo snel mogelijk te gooien. Let's go. Nee. Hoeveel was het? 29. Kom aan, dat kan rapper, hè. Oké, okay, ik ga het nog eens proberen. Let's go. Oei, joh. Hoeveel hebben we? Wow. 29, dat kan toch niet, hoor. Oké, okay, Senna is er ook erbij. Hij gaat ook eens op zijn hardste. Wajio. Hoeveel was dat? 35, joh. Wajio. Oké, mensen, zoals jullie zien, ik heb al 3... Oh, dat is natuurlijk net weg. Maar ik heb al 3 keer strijd gegooid. Dus ik ga aan de X's. Maar ja, dat filmt niemand natuurlijk. Daar gaat Sibbe nog eens. Let's go. Wauw. Ja. Waarom is dat altijd zo slecht als ik film, joh? Ja. Wauw. Goed, man. Een nieuw potje. Sibbe gaat direct een strijk gooien. Let's go, man. Let's go. Wauw. Oké, maat, let's go. Gaan we. Kijk, welke techniek is dit? Maat, dat kan. Ik ga niet meer filmen, joh. Wat is dat? Let's go, man. Let's go. Kijk eens, die Senna die... Oh man, we zitten hier punten te pakken, jongens. Dat is niet normaal. Kijk, 50 heeft hij al. Insane. Okay. Nu is het gedaan, zegt hij. Oh. Dat kan toch niet, hoor. Maar hij gooit echt goed, joh. Kijk, wauw, man. Hij heeft ook al 68. Met een van de lichtste ballen gaat hij hem gooien. Yes, man. Hé, hey, bijna raak. Sibbe gaat zo traag mogelijk gooien. Ja, wauw. Maat. Oké, nog eens proberen. Wauw. Allee. Meneer gaat een aanloop nemen van hier. Oh. Hij gooit de kom van hier. Oh. Zo. We gaan weer. Wow. Ik zat er bijna tussen. Maar we gaan weer naar buiten. Oh, hier binnen is het zo warm. Wauw. Hier is het al even goed, ja. Lekker frisjes. En maat, we kunnen weer uit concluderen. Dat
ik niet goed kan bowlen als we, ik moet filmen. Dat we nog eens moeten terugkomen. Ook, ook. En dat ik gewoon niet meer kan filmen, want dan gooit je slecht. Ja, dat is. Waarom? En, wat zei je net tegen mij? Wat moest ik veranderen? Uw t-shirt. Je moet een ander t-shirt aan doen. Want de eerste keer, voor de mensen die dat nog herinneren, had ik een groen t-shirt aan. Maar toen gooide je de eerste al in de goot, maar de tweede was al raak. Dus. Met die gele bal. Hè. Maar het is perfect was het. Dus, volgende keer. Groen polen terug aan. Groen polen. We zijn thuis, mensen. We zijn nog even op tv. Bowling ja, tutorials aan het kijken voor gewoon beter te worden. Dan moeten we nog eens teruggaan als we al die technieken kunnen toepassen. Kijk eens hoe die man dat doet. Die gooit helemaal krom ook, maar dan op het einde curve dat helemaal naar het midden. Ja, dat moeten wij ook kunnen, hè. Dat moet toch lukken? Moeten dat even... Ik heb dat geprobeerd verstragen, hè. Curve los de golden. Te fel gecurved. Dames en heren, we zijn ondertussen al de volgende dag. Ik was super moe gisteren, dus Simon en Senna zijn naar huis gegaan en ik ben gewoon onmiddellijk gaan slapen. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Dank u wel allemaal voor al 6 maanden te kijken. Of voor degenen die toch al 6 maanden kijken, dank u wel. Voor degenen die ook pas van gisteren kijken, dank u wel. Gewoon, ik hou van jullie allemaal. Vergeet niet te abonneren. We gaan op naar ja, een jaar vloggen natuurlijk. Nog 6 maanden erbij. Dus vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken en te reageren. En dan zie ik jullie morgen 5 uur in een gloednieuwe splinternieuwe... Was nog een woord voor nieuw? Verse vlog. Net ontdooide vlog. Voor een frisse, een kersverse, een, kersverse. Nieuwerwets, onbekend, onervaren, ongebruikte, ongeoefende, recent, up-to-date, verse, nieuwe vlog. Dus vergeet niet te kijken morgen om 5 uur. En dan zeg ik zoals altijd, ciao!